in deze nieuwe video. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En vandaag ben ik met Isa. Sommigen van jullie kennen haar al wel. Ik heb al vaak met een video opgenomen natuurlijk. En ja, vandaag hebben we dus een mukbang, zoals je aan de titel hebt kunnen zien. En we hebben eigenlijk een soort lunch mukbang. Ja. Ja. Met een bagel hebben we hier, een beetje van Wings dus. Wat is dit? Chocolade. Cadeautje. Oh, ja, we hebben lekker chocolade koffiebonen, weet je wel. Oh, lekker. Dat is lekker. Ja. En we hebben dezelfde bagel. Ja, ik heb met een oat bagel, jij met alles. Oh, deze, ja. Ja. En we hebben dus een box ontvangen. Oh, ja. Oké, wacht, misschien. Oh ja, kijk, zo kan je dat zien. Lekker, hè? Gekregen. Ja. Echt zo lekker. Ja, wat zit erin? Koekjes, aardbeien, van ja, alles. Ja, allemaal dingen. We gaan het proeven. We gaan het allemaal proeven. Nee, we gaan het wel. We gaan het gewoon proeven en dan aan jullie laten weten of het lekker is. En we gaan ook even vragen beantwoorden. Ja. Ik heb vragen gesteld op Instagram. Ik hoop dat we een beetje leuke dingen hebben. Ja, dat zijn wel die standaard dingen. Ja, maar misschien kunnen we zelf nog even wat opzoeken of zoiets. Ja. Van, ik heb ook stellingen aan, dus dat is ook wel leuk. Even kijken. Van never ever ever. Ja, ik ga eten jongens. Het is 3:30. En we hebben nog niks. Oh, mijn horloge klopt niet. Kijk, het is 3:30 mijn horloge. Dat is 3:50. Oh. Daarom dacht ik dat het 3:30 was. Wist je dat hij niet klopte? Nee. Oké, we hebben een bagel met tomaat, avocado, bacon, sla, mayonaise, BLT. Ja, BLT met avocado. Het is een soort mosterd, honing, mayonaise volgens mij. Zeg maar de BLT van bagels en dan heb je er avocado bij. Ja, heel lekker. Je hebt er nog nooit gehad. Nee, het ziet er heel lekker uit. Nee, het is zo lekker. Dat saus is ook heel erg lekker. Oké. Dus eet smakelijk. Eet smakelijk. Dit gaat zo niet charmant worden. Nee, dit gaat echt een grap worden. Schrijf me alvast van tevoren. Maar... Cheers. Lekker. Heel lekker. Echt heel lekker. Echt zo lekker. Ook met die pijnmondjes erop. Ja. Oké. Een stelling. Dit is heel lastig voor mij. Nooit meer vlees of nooit meer koffie. Oh. Want ik leef echt op koffie, hè? Ik moet echt elke dag een koffie, anders leef ik niet. Nou, ik zou zeggen nooit meer vlees. En niet eens omdat ik drink wel elke dag koffie. Maar nooit meer vlees ook gewoon goed voor het milieu. Mm. En als er toch minder vlees, en je hebt hele lekkere vervangers. Ja. Dus zeg maar zo erg merk je het niet. Klopt, je kan makkelijk gewoon... een lekkere maaltijd bereiden en je hebt gewoon echt niet door dat het geen vlees is ofzo. Ja. Ik zou dit ook. En het wordt inderdaad steeds meer. Steeds meer burgers of bijvoorbeeld een McDonald's heb alles van alles veggie. En, ja. Dus zo erg zou ik dat niet vinden. Nee. Zou je ooit vegetarisch worden? Ja, weet ik echt. Ik eet wel minder vlees. Maar ik heb niet per se dat ik echt nooit vlees eet. Nee. Dus stel... Ja, ik eet ergens waar ze vlees hebben, dan eet ik ook wel gewoon vlees. Ik bedoel, nu heb ik ook met bacon. Maar ik probeer wel minder vlees te eten. Mm-hmm. Maar niet per se dat ik echt vegetarisch moet of zo. Nee, nou, wij hebben dat thuis ook wel. Mijn moeder eet sowieso op. Maar ik eet ook niet elke dag vlees of zo. Ik ook niet even veel vleeswaren of zo. Maar ja, en gewoon, ja, natuurlijk heb je soms af en toe een stukje vlees of met gehakt of zoiets. Maar niet heel veel. Het is niet dat ik... Vlees moet of zo. Nee, vroeger had ik wel echt elke dag vlees, ja, ik ook. Maar nu wel echt minder. Ja, ja. Wel beter hoor. Ja, inderdaad. Oh. Wat is ons lievelings eten? Ik denk sushi. Mij ook. Ja? Ja. Echt lekker. Echt sushi echt gewoon. Zo lekker, ja. En gewoon altijd goed. Ja, je kan me er niet van wakker maken. En gewoon ook al die lekkere bijgerechten. Ja, lekker die gyoza's en die garnalen. Heerlijk. Ja, heerlijk. Ja, dan wel zeg maar sushi met bijgerechten en zo. Ja. Gewoon de all you can eat sushi. Ik heb zo zin om dat weer een keer te doen. Dat is echt lang geleden. Zo lekker. Ja, dat is echt leuk. Hier heb je in de buurt zo lekker. Daar kunnen we ook weer eten. Ja. Nee, maar ik heb het al vaak gezien. Ja, het is zo lekker. Ja, ik ga dat doen. Ja. Maar wat ik dus een keer heb, want ik zei altijd, ik kan me echt wakker maken voor sushi. Maar jij hebt een keer in een video gezegd van... Saar, als jij wakker wordt gemaakt om 3:00 dan denk je echt, hou je bek gewoon. Ik hoef helemaal geen sushi. Sindsdien is mijn gedachte echt veranderd van, nee, je hoeft me nergens wakker te maken. Nee, echt hoor. Ja.
sorry hoor, ik kan wel zeggen ik wil wakker gemaakt worden voor sushi, maar ze hebben niet in de nacht... Dan denk ik, ach, ga weg. Dan wil jij geen sushi. Nee. Nee. Inderdaad. Je kan me wel wakker maken voor een vakantie. Mm-hmm. Nou. Geen idee. Zeggen we gaan met het vliegtuig nu ergens heen. Ja, dat is wel. Ik spring mijn bed uit. Ja. Maar voor sushi... Nou, dan wacht ik wel een paar uur. Volgende ochtend is ook prima. Het is echt wel lekker. Ik heb wel steeds meer mijn smaak terug. Ja? Oh ja. Nou. Nou. Raar hoor. Ik proef het wel, maar ik weet dat ik het zomaar niet 100% proef. Ja. Maar het is zo raar. Heb je het ooit gehad? Nee. Nou, het is zo raar. Echt, dan eet je gewoon iets en dan denk je echt, ik weet hoe het smaakt, maar ik proef het gewoon niet. Het lijkt me heel raar. Ja, dus je eet gewoon, je had ook echt geen honger. Ik luisterde vanochtend een YouTube filmpje of zo. En die kon wel proeven, maar niet meer ruiken. Oh, dat is ook raar. Ja, heel raar. Want normaal hangt dat best wel samen met elkaar volgens mij. Maar ook door corona, zij kon dus ja, wel nog ruiken, maar niet meer proeven. Ook raar. Nou, ik heb dat mijn smaak meer terug is als mijn geur. Als mijn geur. Ja. Een luchtje, dat ruik ik nog niet echt. Ik had vanochtend een luchtje gedaan, maar toen geen idee of ik het ruik. Andere ruiken heb je wel. Ja, mijn moeder zegt, jezus, heb jij voor een luchtje op te nemen. Ik heb echt super veel opgespannen. Nooit meer uit eten of nooit meer shoppen? Ik nooit meer shoppen. Maar zeg maar shoppen, maar dan mag wel online shoppen. Nee, dat is ook shoppen. Oh. Sorry, dat mag niet. Nee. Maar, dat is heel makkelijk. Hoe kom je dan aan kleding? Ja, niet meer dus. Nou, dan heb ik uit eten. Anders hebben we geen kleding. Ik weet niet, ik zou misschien wel nooit meer shoppen doen. Ja, maar dan heb je geen kleding. Want ja, voor de rest van je leven. Maar we krijgen wel veel dingen. Mag dat dan wel? Ja, dat is wel. Oh, maar dan. Oké, ja, dan. Dan nooit meer shoppen. Ik weet niet, voor de rest van je leven geen kleding is best wel lastig. Mm-hmm. Nee, dan zou ik toch nooit meer uit eten doen. Maar. Stel, jij hebt gewoon niet samenwerking en zo, dat mag niet meten. Nee. Gewoon. Of je mag nooit meer kleding komen, of. Dus, mm-hmm. Ja, dan ga je. Kan je eten afhalen van de restaurant. Ja, tot nu. Ja, tot nu. Ja, maar gewoon bestellen. Ja. Nou, oké, dan zou ik nooit meer uit eten. Gewoon echt uit eten als je naar een restaurant gaat. Want later wordt er ook dingen kopen voor kind, voor ja. Kinderen. En gewoon... Je mag ook niet shoppen voor meubelen. Nee, precies. Je mag helemaal niks kopen. Nee, dus eigenlijk. Nee, dus dan nooit meer uit eten. Ja. Oké, liever arm zijn en een vriendje hebben, of rijk zijn en nooit meer een vriendje hebben. Nou, gewoon arm dan. Ik ook. Dan heb je echt wel, wat heb je dan aan geld? Mm-hmm. Als je alleen bent, heb je niks aan geld. Mm-hmm. Volgens mij zijn heel veel rijke mensen alleen. Mm-hmm. Maar dan heb je niemand om je rijkdom mee te delen, dus wat heb je eraan? Heel veel rijke mensen zijn heel eenzaam, ja. Volgens mij. Iedereen gaat alleen maar met je om voor het geld, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En, ja. Nee, sowieso. Eenzaam en, of samen en alleen. Eenzaam. Samen en. Samen en alleen. Samen en arm. Ja. Maar arm lijkt me ook niet echt heel chill, maar dan heb je in ieder geval nog wel. Maar ja, misschien als je een vriend dan wel van rijk moet zijn. Ja, jij bent niet eerlijk met de stellingen. Ja. Hebben wij ooit gelogen tegen onze ouders over drank? Jawel. Ik ook wel. Toen ik jong was, maar net dat je een beetje ermee begint. Ja, dat je nog niet echt mocht drinken. Ja. Maar het wel deed. Mm-hmm. En ik loog dan niet echt, maar ik zei het gewoon niet. Mm-hmm. Dus ja, het is een soort van wel liegen. Maar ik zei er gewoon niks over. Nee. Dus ik zei gewoon, dus gaan wij als vriendinnen even slapen. Ja, ik ook. En niet dat je dan ging drinken. En dan dronk je echt een Jills van 5% of zo. Mm-hmm. Of een vieze, zoete zooi. Ja. Hugo. Hugo Wijn. Hugo. Van die watermeloenwijn. Oh ja. Ja. Echt zo smerig. Maar inderdaad, dan zei ik nog meer. En op een gegeven moment ja, hadden mijn ouders misschien wel door van ze het gevraagd of zo. Weet ik veel. Ja, ja mijn ouders waren toen achtergekomen. Een keer. Want nou, dat was een van de eerste keer dat ik ging drinken. En toen ging een vriendin van mij helemaal slecht. Waarom? Want het viel verkeerd. En toen moest ze dus opgehaald worden door haar vader. Oh, ja. En haar ouders en mijn ouders waren beste vrienden, zeg maar. Dus toen moest ik het wel zeggen, want anders ging haar moeder het zeggen. Oh ja. En toen was mijn moeder heel teleurgesteld in me. Ze was niet boos, maar ze was teleurgesteld. Ja. Dat is nog erger. Ja. Ja. Ik weet niet meer hoe mijn ouders
Ik denk dat mijn ouders op een gegeven moment gewoon door hadden of zo. Mm-hmm. Omdat ze. Ze ja, wisten dat wel. Broer. Ja, dat scheelt ook wel inderdaad. Ja. Maar. Ja, dat merk ik trouwens echt heel erg. En zoveel dingen zijn mijn ouders zo makkelijk. Ja, dat heb ik en dan ook, bijvoorbeeld ja. anderen die bijvoorbeeld niet een oude broer zus hebben, die hebben echt. Come on, weet je wel, jij hebt weer zo makkelijk met jouw broer, je hebt alles alweer gedaan en je ouders zijn nu schrikken nergens meer van, weet je wel. Dus ja, dat is wel heel. Maar alsnog waren mijn ouders wel strenger dan mij, omdat ik een meisje ben. Ja. Mijn broer, die mocht alleen thuis komen laat en zo. Mijn ouders wilden het echt niet dat ik bijvoorbeeld alleen zou fietsen of alleen in de bus zou gaan. Ja, dat is niet echt per se is streng. Dat is gewoon bezorgd. Ja. En dat kan ook gewoon eigenlijk niet. Nee. Dus. Dat heel erg dat niet kan, maar ja, nou, het is wel zo. Ja. Echt verschrikkelijk. Het hele probleem dat dat niet kan, dat is het ergste. Maar ja, maar dat kan je niet gewoon gaan doen. Nee, dat snapte je toen niet. Toen 15 was, dan echt wat absurd. Ja. Ik kan echt wel 10 minuten naar huis fietsen. Wat is het nou voor zijn, weet je wel? Wel erg, want volgens mij hebben ook heel veel jongeren gezegd dat ze samen fietsen, maar dat ze gewoon alleen zijn gaan fietsen. Oh ja, ja, zeker. En ik weet nog een keer. Toen moest ik alleen naar huis fietsen een stukje en toen ging mijn vader me tegemoet fietsen en ik was zo boos. Oh. Ik dacht echt van, hoezo kan ik niet gewoon alleen naar huis fietsen, weet je wel. En mijn vader kon me tegemoet fietsen en ik begin echt zo keihard te fietsen hoor. Echt super zielig, hoe lief. Dat je vader je helemaal tegemoet fietsen. Echt nu zo. Ja, maar nu begrijp je dat pas. En toen dacht ik echt, dat was zo boos. Ja, dat heb ik ook wel hoor. Dat ik echt wel heel onaardig kon zijn tegen mijn ouders. En dat ik dan echt een ook achteraf heel erg spijt had. Ja. Ja. Of zeg maar dat ik onaardig was en dan een week later dan dacht ik eraan terug. En dan moest ik gewoon, dan kreeg ik gewoon helemaal kriebels van hoe onaardig ik was geweest. En waarom deed ik zo, weet je wel? Echt gemeen gewoon. Soms een uur later had ik daar en dan denk ik van. Maar dat je ook gewoon het eigenwijd bent dat je niet iets gaat zeggen erover. Ja, ik denk dat echt niet meer. Ja. Hoe is het om YouTuber of influencer te zijn naast school? Het is sowieso leuk, maar het is wel, ik ben wel moeilijk om het combineren. Ja. Ik heb bijvoorbeeld, ik ga veel liever een video editen als aan school. Aan school, ja. Ik ook. Maar zeg maar, het is wel druk, maar op zich mijn opleiding is wel, het kost niet heel veel tijd voor mij dan. Dus het is op zich wel te doen. Maar vooral, zeg maar, als je druk hebt met school en dan ook nog een video, dan moet je ook daar weer aan denken, weet je wel, opnemen. Het is wel druk, maar aan de andere kant, anders heb je ook een normale baan na school vaak. Dus ja, dat is ook zo. En inderdaad, op hbo, je hebt niet van 8:30 tot 4 les. Nee. Dus je hebt een 8 uur les per week en dan moet je zelf opdrachten doen. Dus op zich is het wel flexibel. Als je in middelbare school zit, dan is het denk ik wel lastig hoor. Of je doet een mbo-opleiding, heb je natuurlijk echt heel veel uren. Mm-hmm. Dus op zich is hbo wel een soort chill om een YouTuber te zijn. Want je kan echt soort zelf je dag indelen. Het verschilt ook wel weer heel erg per opleiding. Ja, ja, dat is wel zo. Ja. Sommige hbo's moeten wel gewoon van 8:30 tot 4. Ja. Voor pabo, dan ben je gewoon elke dag de hele dag op school. Ik zou het echt niet meer kunnen. Nee, ik ook niet. Echt, iemand kon het ook onder mijn video, want ik zat echt gewoon te zeuren dat ik een paar uur online les had en iemand zei, Saar, ik heb elke dag van 8:30 tot 4 online les. En toen dacht ik echt, Zo erg. Hoe dan? Hoe kan echt? Dat? Ja. Hoe dat op de middelbare school in godsnaam vol hield. En vroeg op en oh my god. Ik stond gewoon om 7:00 op en dan moest ik moest dan om 7:45 weg omdat ik dan met de bus naar school moest. Dan stond ik om 7:30 op en dan was ik om 7:30 de deur uit en dan was je iets van 6:30 pas thuis. Ja. Ja, ik moest ook, het is een 30 minuten, nou tussen 20 minuten en 40 minuten, het lag echt aan de wind. Want het was door het polder, dus als je het mee had, was je echt super snel. Als je me tegen had, deed je echt gewoon 2 keer zo lang over. Ja. Maar naar school fietsen, en ik ging ook wel vaak met de bus en zo. Maar ja, dus ik moest altijd echt vroeg weg. Maar weet je wat echt toevallig is? Nou, niet toevallig, maar grappig. Mensen die dicht bij school wonen, die zijn altijd te laat. En ik moest zo ver komen, ik was gewoon altijd op tijd. Ja, maar dat is niet echt toevallig of zo, want als je zeg maar dichtbij komen, dan denk je wel van, oh, ik kan op het laatste moment pas weggaan. Ik kan over 5 minuten. Ja, en dan kom je sneller te laat, maar ja, bijvoorbeeld voor de bus moest ik altijd, moet je op tijd zijn. En als je gaat fietsen, dan wil je ook gewoon op tijd zijn. Ja, dan heb je zo ver fietsen, wil je nog te laat komen. Ja. Oeh. Zullen we ook de
snackje bijpakken. Dit is heel lekker. Het zijn van die chocolade. Dat had ik zelf gewoon zo'n zakje gehaald van dit. Zo lekker, maar dit hebben ze ook altijd bij de Babies & Beans. Klopt. Oké, we hebben dus de box. Oh, wacht, ik ga een foto maken en kan het al in beeld zetten. Zo lekker. Het is dus van, hoe heet ze op Instagram? Fadi.licious. Fadi.licious. Ja, dus zeg maar F-A-D-I-E. En ik zal het al in beeld zetten. Ja. Oh, Fadi.licious. Oh! Zeg maar Fadi.licious. Ja, dus Fadi.licious. Ja. Oh, dat komt er. Ja, nou ja. En er zitten echt... Oké, waar gaan we mee beginnen? Ja, ik zal deze even uithalen. We hebben in ieder geval 2 koekjes. Ja. En zij zijn dus allemaal zelf gemaakt thuis, hè? Ja, dat is zo leuk. Dit is lekker red velvet. Ja, Oreo. Met een Oreo. Oh my god. Chocola. Witte chocola. Alles goed. Wel lekker. Ik moet eigenlijk niet van een vork hebben of zo. Een mes misschien. Zullen we eerst deze? Dit is gewoon half-half. Of ja. Met hetzelfde als die ander. Ja, daarom. Spin de barrel. Ja, ik heb dat de hele tijd in mijn hoofd. Pak de barrel. Oh! Wat? Dit is een Oreo cheesecake. Wat? Oh my god, wat lekker. Echt niet. Oh my lord. En dit, wat is dit nou? Echt heerlijk. Dat is echt niet normaal. Echt, dit heeft ze gewoon helemaal zitten bakken. Wat leuk. Oeh, wow. Oké, okay, dit is, zit cake in. Ja, dit is een soort cake pop. Okay. Er zit, nou ja, weet je, ik weet niet wat er is. Oh, kijk. Red velvet cake. Gewoon een soort red velvet. Echt een smeuig, man. Cake pop, ja. Ja, echt lekker. Dat niet normaal hoe lekker dit is. Het is echt heel zoet, maar heel lekker. Zo smullig. Doe maar elke week weer zo'n boek. Ja. Zullen we gewoon die aardbei eten? Doe maar aardbei eten. Aardbei is altijd lekker. Oh mijn god, het ziet er ook zo goed uit. Zo wordt je nooit als ik een chocolade aardbei. Nee, hoe doe je dat ook? Oh, dit er ook nog. Ik denk ook, kut. Oké. Dus ga ik het in? Nee. De één keer. Oké, doe het één. Oh. Ja. Gaat die goed? Ja. Heel fris. Echt lekker dit. Dit is niet normaal. Wat is dit dan? Volgens mij zijn dat dadels. Ik hou er niet heel erg van. Jij? Ja, een dadel is zelf al heel zoet. Ik heb er niet heel veel op volgens mij. Ik kan niet herinneren dat ik dat op heb. Moet deze doen? Ja. Ja, er zit wel veel chocola omheen, dus misschien een vriendin. Ja, maar zeg maar, een dadel is van zichzelf heel zoet. Oké. Okay. Wat lekker. Ik proef niet, het is gewoon fruit of zo. Achtig. Ja, dus het ook. Lekker. Ik ben echt heel benieuwd naar dit. Ik ook. Maar zullen we het anders in 4 delen? Want dat is wel heel veel. Ja, ja sowieso. Ja. Het ziet er echt heel lekker uit. Het is een soort cheesecake. Hoe gaan we dit doen? Want het zit er helemaal zo in. 1, 3, 2. Heel lekker. Oh my god, het is echt zo smeuig. Ja, het is echt helemaal niet droog. Ik hou niet van droog. Het is heel lekker. Zo. Dit is echt gewoon gevaarlijk. Ja, lekker. Dit ga je gewoon allemaal op elkaar. Ja. Nooit meer je haar mogen doen of nooit meer je make-up? Nooit meer mijn haar. Ik ook nooit meer mijn want haar. Zeg maar, ik doe mijn haar nooit. Nee. Ja, ik doe wel een beetje feunen met die feunborstel, maar op zich als ik dat niet mag doen is ook niet heel erg. Nee, inderdaad. Ja, soms feun ik het. Ja, kom maar. Ik zou het niet heel erg vinden om mijn haar nooit meer te mogen doen hoor. Dan... zo smerig. En zeg maar, als je haar wel hebt gedaan en je make-up niet, zie je er minder goed uit dan als je make-up wel hebt gedaan en je haar niet. Maar dat klopt ook niet. Ik heb ook heel vaak... Heb bijvoorbeeld mijn haar allemaal geveund vanuit de douche en dan mijn outfit aan en mijn make-up niet op, dan is het echt zo van... Yes, dat klopt iets niet. Yet. Nee, laat mijn haar, ja. Als zou ik het altijd moeten laten opdrogen vanuit de douche. Ja. So be it. Nee, je moet dus een keuze maken. Liever meedoen aan Temptation Island of X on the Beach? Nou, ik denk Temptation. Want X on the Beach is nog ordinairder. Mm-hmm. Ik ook sowieso. Zeg maar, Temptation is al erg, maar dan komt X on the Beach. Dat is, dat is echt zo erg. Ja, en gewoon ook zo elkaar aanvallen en zo. Receiver! Ik
zou echt gewoon denken van, oh my god. Ja, nee, never ever in mijn life. Maar Temptation, zou je dat ooit doen? Nee, sowieso niet. Ik ook niet, echt nooit. Nee. Maar ik zou dan sowieso moeten meedoen als koppel of als verleider. Maar zou je single zijn? Ja, als ik single zijn, liever als verleider dan als koppel. Je kan echt gewoon zo'n... Ja, dan ben je wel gewoon zo'n gezellige verleider. Ja, ik bedoel, je hoeft gezellig. Niet wat te doen als verleider. Nee. Je kan er ook gewoon een beetje mee gezellig en dan... Ja, je hoeft toch niet zo raar te doen. Je kan het gewoon ook gewoon gezellig een beetje... Ik zou echt nooit een relatie voor zoiets op het spel zetten. Nee, echt. Het slaat eigenlijk nergens op. Nee, het is ook gewoon helemaal nep, zeg maar. Ja, het is heel nep. Nee, ik zou er echt niet aan mee willen. Aan Love Island zou ik dus wel mee. Oh ja, was dat best wel leuk vinden. Maar daar gaat het ook niet echt om drinken en seks en zo. Nee, dat mag niet eens. Nee, echt twee wijntjes of zo. Alleen wel het deel dat je dan helemaal in bikini en zo op tv met een heel Nederlandje oordeel. Ja, dat vind ik ook niet leuk. Ik zou echt helemaal zeker voelen tussen al die fit girls. Ja, maar als ik daar aan mee zou doen, zou ik wel echt even een lijntje van sport van horen. Zullen we nog die balletjes doen? Ja, doe maar dan wel. Want volgens mij hebben we de rest al. Oh, zit er cookie dough in? Ja, ik denk het of zo. Ik weet het niet. Oh. Ik weet niet. Volgens mij zit er wel iets van cookie dough in. Oké. Ja, toch? Wat is het? Een soort cake hoor. Is het niet dat je heel veel ziet op TikTok dat ze cake met monsieur en zo doen? Ja, volgens mij zoiets, een soort cheesecake bolletje. Ja. Het smaakt naar Nutella. Ja. Naar kinderbenen. Ja. Heel lekker. Ja, echt lekker. Dit is echt mijn droom die uitkomt. Ja. Dit is gewoon wat je wil. En dit is gewoon... Hoe leuk op je verjaardag. Ja, dit is zo leuk. Dit je allemaal van die hutsafrits. Oké. Dit soort speculoos. Ik hou van heel erg van speculoos. Heel lekker. Zo lekker ook. Alles zo lekker cremerig. Ja, niet droog. Hij zet zo'n speculoos crème bovenop en dan cheesecake en dan een speculoos bovenop. Ja. Nou, ik ben nog nooit zoiets lekker. Nee, ik ook. Helemaal. Wij doen echt alsof de hemel open gaat. Nou. Als jij deze video ziet, abonnementje. Ja. Zullen we gewoon een klein stukje doen? Ja. Nooit meer samenwerking of nooit meer mukbang? Nooit meer mukbang. Ja, ik denk ook nooit meer mukbang. Anders kan je letterlijk niet nog meer geld nemen. Nee. Het is niet dat ik het voor het geld doe, maar... het is wel je baan nu. Ja, zeg maar. Daarom. Ja. En ik vind mukbang leuk, maar te veel mukbangs word ik ook veel te dik van. Op een gegeven moment heb ik zo McDonald's en sushi mukbangs, zijn was echt... En je kan ook zeg maar andere leuke dingen. Ja, dat is hartstikke veel wat je kan doen. Klopt, daarom. Wat zou je doen als je vriend vreemd zou gaan met je beste vriendin? Boos worden. Ja. Heel boos. Zou je het uitmaken? Ja, sowieso. Ik ook, sowieso. Zeg maar, oh wat. Maar hoe erg ook gewoon. Er zijn in. Oh. Ik ga niet heel erg van. Ik ook niet. Maar wel lekker. Ja. Nou, niet van hem zijn wel lekker. Nou, ik hou niet heel erg van wat zijn, maar de koek is heel lekker. Heel smeuïg. Ja. Weer smeuïg. Nou ja, ik zou heel boos worden dan. Oh, maar er zit ook zo'n dikke chocola. Ja. Nou. Maar hoe erg, gewoon je beste vriendin. Beste vriend. En dan bijvoorbeeld, zal je vriend zo vriend gaan, dan zou je naar je beste vriendin gaan. Ja. Van, oh my god. Maar dan is het gewoon letterlijk je beste vriendin. Nou, ik zou nooit meer iemand vertrouwen, echt niet. Ik ook niet. En ik zou het sowieso uitmaken met mijn vrienden. Ja. Ook heel boos zijn met mijn beste vriendin. Die hoef ik ook niet meer zien dan. Nooit meer. Ever. Ja. Maar dan kan je echt nooit meer iemand vertrouwen. Als twee dichtbijzijnde mensen in je leven. Van Khloe Kardashian. Ja. Toch? Dus eigenlijk dit. En ze was zwanger. Ja. Misschien de week daarna ging ze bevallen volgens mij. Maar hoe kan dat? Ja. Maar hoe kan je dat? Ja, ik vind het zo raar. Ze hebben Jordan nooit meer gezien, maar ze is wel nu verloofd met Tristan. Ja. Ja, inderdaad. Ja, dat maar als je kijkt, ze maken wel de verwachting van een kind. Dus dan wil je toch voor dat kind samen blijven. En misschien dat ze elkaar dan toch weer leuk vonden. Het is nu ook alweer 2 jaar verder of zo. Ik kan dat nog op zich wel begrijpen, maar... Ja. Sowieso al hadden ze geen kind gehad. Nee, dan was elkaar niet meer gezien. Nee. Maar voor dat kind blijf je toch samen. Ja, je blijft hoe dan ook, veel of niet, met elkaar en dan te maken. Ik ben echt zo soort van half misselijk aan het worden. Ik ook. Maar
Ik proef niks. Ligt aan mij. Ik proef het wel, hè? Oh, dan denk ik ook wel aan. Het is gewoon een beetje. Nou, chocolade. Chocoladig, oranje, chocolade. Ja. Met hetzelfde koekje achter. Ja. Maar wel van lekker. Ja. Ja. Wat vind je het lekkers? Ik denk die cake op. Maar ik denk die of die. Ja, een cheesecake. Ja. Ook die heel lekker. Ja, deze is wel een beetje zout trouwens. Ja, ja. Dat is een beetje iets anders dan die andere, maar. Ja, hij heeft net iets te zout of zo. Nou. Ja. We hebben echt niet normaal veel gegeten. Ja, wel echt lekker. Maar het was heel lekker. Dus ja. Bedankt. Vedelicious. Vond je de video nou leuk? Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet zeker niet om een abonnatie. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal en op Instagram kanaal. Want ze hebben ook een YouTube kanaal. Ja. Dat hebben we helemaal niet gezegd. Nee, ik kan in beeld zetten. Ja. Isa Luna. Isa Luna staat in de beschrijving. En vergeet dus ook niet te volgen op Instagram. Dat zal hier ook in beeld staan. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!